Hallo alle deelnemers in deze uitzonderlijke situatie. Geven wij de gymnastiek vandaag vanuit huis? Ja, want wij willen toch dat jullie graag in beweging blijven. En we hopen dat jullie er net zoveel plezier aan beleven als dat wij op dit moment hebben. Het is wel een beetje wennen nog hier in de huiskamer. Dus in het begin zullen de filmpjes nog niet zo flitsend zijn, maar we hebben er gewoon heel veel zin in. Daarom. En ik hoop dat jullie het allemaal met heel veel plezier na gaan doen. Succes! Stap op de plaats. Als je op de stoel zit, ga om en om de benen omhoog. Stap een beetje breder. En weer bij elkaar. We gaan veren op de plaats. Rechterbeen gaat voor en achter. Komt ie. Hak, teen. Hak, teen. Nog eentje met het rechterbeen. En stap weer op de plaats. Ja, we veren. Komt het linkerbeen. Gaat ie. Voor en achter. Nog eentje. En stap weer op de plaats. Stap weer een beetje breder. Als het lukt, tril de knieën een beetje op. En weer bij elkaar en een veren. En benen hebben rust, komen de armen om en om naar voren strekken. Lekker ontspannen naar voren strekken, dan gaan we omhoog. Strek. Nog één keer de ene kant, andere kant en even weer stappen. Ja, veer weer en we maken een zwembeweging. Kijk zelf hoe breed je de armen wil doen. Nog eentje en we draaien de andere kant op. Haal het maar binnen. Nog eentje en los die arm en we stappen weer op de plaats. We gaan weer veren, om en om. Tikken we de knieën aan, komt ie. Tik, tik. Kijk mezelf omhoog, zie de knieën weer optrekken. Nog één keer de ene knie, andere knie en stappen. Dan gaan we proberen de hakken aan te tikken. Voor op de stoel trek je gewoon de hak een eentje onder de stoel omhoog. Komt ie en tik, tik, tik. Kan je ze niet aantikken de hakken, dan trek je van de ellebogen een beetje mee naar achteren en de hakken een beetje optillen. Nog één keer de ene been, andere been en stap weer op de plaats. En stap weer wat breder. Lukt het om de knieën wat hoger op te trekken? Probeer maar. En weer bij elkaar. Ga nog een keer weer breed. En weer bij elkaar. Ja, we veren. Schouders gaan een beetje meebewegen. Om en om, schouders op. En los. Oké, dat was de warm-up. Zo, dan gaan we verder met een paar spierenversterkende oefeningen voor de armen en de benen. En dit doen we vanuit de stoel. We beginnen eerst eens eventjes goed op de stoel te zitten. Dus zorg dat je met je billen goed op de stoel zit. Dat je voeten goed aan de grond zijn. En om een goede actieve zit te krijgen, zorgen we dat de rug los is van de rugleuning. En dat onze rug mooi recht is en de schouders laag. Dan gaan we beginnen met de eerste oefening. En dan strekken we de rechterarm en het rechterbeen uit.
en terug. En dat doen we 8 keer achter elkaar. Dus tel maar gewoon even mee. En dan ben ik nu bij 5, 6, 7, 8. En dan gaan we naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we allemaal om. Dus rechts, links, rechts, links. Nog één keer. Rechts, links. Laatste keer. Rechts, links. Oké, dan gaan we het een beetje moeilijker maken. We gaan het combineren met de linkerarm omhoog en het rechterbeen uitstrekken. Ja, linkerarm omhoog, rechterbeen uitstrekken. Juist, heel goed. Omhoog en terug. Omhoog en terug. Juist. 6, 7, 8. Andere kant. Been en arm. Let erop dat je goed recht blijft zitten. Juist. En dat je adem blijft halen ondertussen. Ja, 7 en 8. En dan gaat hij om en om. Juist. Dus dat is 4 keer met het ene been. En als jullie goed kunnen tellen, ook 4 keer met het andere been. Ja, laatste keer. Juist. Oké. Ja. Nou gaan we dadelijk wat rustiger doen. We gaan proberen om het been vast te houden. Als het niet lukt zo, dan mag je eventueel naar achteren gaan zitten met je rug tegen de rugleuning om wat extra steun in je rug te hebben. Oké, wat gaan we doen? Je strekt je rechterbeen en je rechterarm gaat naar buiten en je gaat eventjes je tenen naar je toe trekken en je houdt hem even vast. Ja, oké. Dan doen we 5 tellen. Laat hem even zakken. Doe met andere been hetzelfde. Dus strek je been, arm naar buiten, tenen naar je toe en tel tot 5. 5, 4, 3, 2, 1 en stoppen. Oké. En nou kunnen we het samen doen. We gaan het rechterbeen strekken. De rug is recht, de tenen zijn naar je toe. En beweeg eventjes je armen naar buiten. En dan komen ze weer terug. Juist, doe nog eens een keer naar buiten. En terug. Dat zou 2 zijn. En nog een keer. En dat is 3. En hou dat been omhoog. 4. En nog één keer. 5. En dan mag je alles even rustig laten zakken. Ja, doen we met het linkerbeen hetzelfde. Strek je linkerbeen uit. Tenen naar je toe. Armen naar buiten. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. Oké, heel goed. Armen naar beneden, benen naar beneden. Laatste oefening. De zwaarste van allemaal. We gaan de beide benen strekken. Trek alle 2 je tenen op naar je neus. Blijf goed recht zitten. Oké, en dan gaan we de armen nog 1 keer 5 keer. 1. Naar buiten. 2. Hou vol, we zijn er bijna. 3. Ja, nog 2. En de laatste. 1. En dan gaan we alles rustig laten zakken. Armen naar beneden. En even rustig ademhalen. Goed gedaan.